Een hele goede morgen en welkom weer bij deze nieuwe livestream. Hey, super leuk dat je kijkt. Ik ga gelijk weer even spieken waar vandaan jullie allemaal kijken, want ik zag in de chat al dingen langskomen. Ik zie mensen uit Hoofddorp, Scheveningen, Zoetermeer, Leiderdorp, Heemskerk, Leiden. Super leuk dat jullie allemaal kijken. We hebben weer een hele toffe uitzending vandaag met een gaaf onderwerp, namelijk van overleven naar leven. Van overleven naar leven. Nou, misschien herken je het wel dat je momenteel meer in een overlevingsmodus misschien zit dan dat je echt aan het leven bent en aan het genieten bent van elke dag. Maar hoe doe je dat nou? Van overleven naar leven gaan. Nou, daarvoor heb ik vandaag weer een hele speciale gast naast mij zitten. Ze is psychosociaal therapeut. Ze heeft een eigen praktijk genaamd Houvast. Ze is ook christen en ze werkt ook vanuit een christelijke levensvisie. En ze is er ook van overtuigd dat vrijheid en heelheid, dat daar meer voor mogelijk is voor ieder mens eigenlijk. En ook in haar praktijk gaat ze met cliënten aan de slag met een stuk bewustwording over hoe dat nou zit van binnen, wat er eigenlijk in ons afspeelt. Dus super interessant. Ik ben heel benieuwd wat ze vandaag met ons gaat delen. En misschien kijk je nu en denk je, ja, psychosociaal therapeut, psychologie, ik heb toch God, ik heb toch mijn relatie met God. Hebben wij eigenlijk wel wat aan die kennis en inzicht vanuit psychologische hoek? Nou, misschien is een leuk voorbeeld, een leuke vergelijking, een dokter. Een dokter heeft natuurlijk veel kennis over het menselijk lichaam en kan ons advies geven over hoe we goed voor ons lichaam kunnen zorgen en hoe we gezond kunnen leven. En ik denk, mijn gast van vandaag kan ons echt inzicht en tools geven over hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen aan de binnenkant. Dus blijf vooral hangen. Ik geloof dat het echt interessant gaat zijn vandaag. En deel het ook vooral op Facebook, via WhatsApp met andere mensen. Of ze nou christen zijn of niet, ik geloof wat we vandaag gaan bespreken, dat het voor ieder mens onwijs interessant is. En zeker ook omdat het echt vanuit een bepaalde hoek, bepaalde expertise wordt gedeeld. Dus vandaag heb ik te gast psychosociaal therapeut Astrid van der Meij. Leuk dat u er bent. Ja, vind ik van harte leuk. Welkom. Ik moet er natuurlijk wel even bij zeggen, misschien gaat er al een belletje rinkelen als je hoort van der Meij. Nou, Astrid is niemand minder dan de moeder van Leanne, die hier in de gemeente zit. En die zit momenteel ook daarachter, achter de regie. Die is afgelopen weken ook keihard aan de slag geweest. Dus we vinden het heel leuk dat ze er is. En vandaag niet als de moeder van, maar echt als psychosociaal therapeut. En ik zei het net al van, sommige mensen kunnen misschien momenteel echt zitten in een overlevingsmodus. In plaats van dat ze echt aan het leven zijn. En ik denk dat we er gewoon gelijk in gaan duiken, omdat ik, nou, er staat hier een mooie zandbak en ze is niet familie van de zandovenaar, maar er gaat echt iets heel tofs mee gebeuren zo meteen. Maar kunt u eens vertellen over hoe we eigenlijk in zo'n overlevingsmodus komen? Hoe werkt dat bij ons mensen? Ja, een overlevingsmodus is eigenlijk iets wat je al opbouwt, vaak vanuit je jeugd. De wereld waarin wij worden geboren is eigenlijk een gebroken wereld. En die gebroken wereld die zorgt er eigenlijk al voor dat wij dingen kunnen voelen die eigenlijk niet goed zijn. Dus wij, doordat een babytje wat wordt geboren, kan eigenlijk alleen maar voelen. En dat voelen, dat is de oorsprong eigenlijk van eigenlijk al heel veel dingen. Ik ga maar gewoon met deze beginnen. Ja, zeker, want dan kunnen we het. Want dat is wel leuk. Astrid gaat het niet alleen vertellen, maar het ook beeldend maken. Dus dan blijft het nog beter hangen, denk ik. Ja, ik werk met de zandbak en het is een stuk beeldcommunicatie. Omdat ik gewoon geleerd heb dat beelden veel meer zeggen dan woorden. Dus ik ga alles uitbeelden in de zandbak. Ga met me mee. Als je wordt geboren, dan ben je het authentieke zelf. En waarom nou het authentieke zelf? Dat komt als je God creëert het leven. God creëert een baby. En die laat die baby groeien. En die baby is eigenlijk van oorsprong perfect. Alles wat, je moet het maar zien, net als een appel die van de boom komt. In de appel zit een pit. En het enige, dat kleine pitje van de appel is in staat om uit te groeien tot een appelboom met vruchten. Dus die pit is de kern. Nou, dit authentieke zelf is onze kern. Dat is precies zoals God ons eigenlijk bedoeld heeft. En in die kern zit alles.
alles van wie wij zijn, van wie wij moeten zijn. Nou, God geeft een perfect kind eigenlijk aan ouders met de taak: jullie moeten dit kind tot aanzijn brengen. Tot wie is dit kind? Want dat weet je niet als je een babytje in je handen hebt. Nou, en daar komt de gebrokenheid om de hoek zetten. Dus waar de wereld gebroken is, waar ouders niet altijd zelf hun eigen patronen hebben opgeruimd, ontstaan daar bijna stenen en daar gaan de kinderen over struikelen. En dat begint eigenlijk al ontzettend vroeg in ons leven. Want dit kleine kindje kan alleen maar voelen. Het kan niet denken, papa is er wel, papa is er bijvoorbeeld niet, omdat papa heeft een nieuwe baan. Nee, papa is er wel of papa is er niet. Ja. En in dat voelen komt 100% komt dat binnen. Er is geen denken, er is geen doen. En daardoor ontstaat er eigenlijk in het kind... Kijk, als je niet krijgt wat je nodig hebt, en dat kan lichamelijk zijn en dat kan emotioneel zijn, dan ontstaat er bij het kind de gedachte: ik ben niet oké. Dus een kind legt het niet bij de ouders neer van: mijn ouders doen het niet goed. Nee, het kind denkt altijd: het ligt aan mij. Okay. En daar komt dus eigenlijk al de angst binnen. Want het feit dat je dus jezelf ervaart als: ik ben niet oké, is ontzettend angstig. Ik doe het niet goed, ik ben niet goed, ik mag er niet zijn. En dan zie je dat een kind allerlei interpretaties op gaat bouwen. En die zitten in het voelen. En dus het zijn niet uitgesproken woorden. En toch wordt het zo geïnterpreteerd. Dus eigenlijk, zeg maar, als we nu even kijken naar deze tijd. We hebben nu crisis, mensen hebben stress waar ze mee te maken hebben. Dingen die uit balans kunnen zijn. Dat is niet alleen van nu de dag, zeg maar, dat dingen misschien naar boven kunnen komen. Maar dat begint dus al eigenlijk... Ja. Bij het begin, wat u nu uitlegt. Ja, vaak zie je dat een opgebouwd patroon kan natuurlijk... Kijk, ik denk dat wij mensen allemaal een patroon opbouwen. Je kunt natuurlijk een patroon opbouwen wat 100% je leven beheerst... of bijvoorbeeld 10% je leven beheerst. Ja. Nou, en daartussenin natuurlijk allerlei variaties. En je snapt natuurlijk ook wel, als jij een patroon opbouwt voor 10-20% van je leven... heb je daar helemaal geen last van. Ook niet in je dagelijks leven. Nou ja, je bent misschien een beetje perfectionistisch of zo, maar dat merk je niet. Maar waar het patroon wat groter is, zie je altijd dat onder invloed van stress komt eigenlijk het patroon aan het licht. Okay. Dus ook al is dat wat meer verborgen geweest, wordt het sterker naarmate er stress ontstaat. En dat kan allerlei vormen van stress zijn, hè? Natuurlijk deze tijd, maar er is natuurlijk ook genoeg stress in ons leven van werk of van de moeilijke dingen die wij bijvoorbeeld meemaken. Ja. Of er kan zoveel redenen zijn. Ja, dus ik denk zeker, hè, als je nu kijkt en je denkt van: ik herken dat in deze tijd, dat dingen naar boven komen door dat alles thuis misschien op zijn kop staat of in je werk. Ja. Maar ook wat als het net noemt, daarbuiten kan het zijn dat je herkent van: hey, soms komt er ineens iets naar boven dat ik denk: waar komt dit vandaan? Dus blijf goed opletten, want ze gaat dus eigenlijk uitleggen op dit moment hoe dat vanaf kind eigenlijk al begint. Dus ga vooral lekker verder. Ja, is goed. Die kindinterpretaties, die zitten op allerlei vlakken. Mijn behoeften doen er niet toe. Kom niet dichtbij. Dus je bent heel erg geneigd mensen op een afstand te houden. Je hebt heel vaak het gevoel dat jij niet bij hoort. Waar we ook allemaal heel goed in zijn, is ons gevoel uitschakelen. We gaan niet voelen, want dat is lastig. We vinden het moeilijk om onszelf te zijn. We slagen niet in het leven. Altijd alles mislukt bijvoorbeeld altijd maar. En dan heb ik ook nog deze, en dit is een hele pittige: mag ik eigenlijk wel bestaan? En deze interpretaties, en er zijn er nog wel meer, maar ik heb even de belangrijkste eruit gehaald, die kunnen dus allemaal in dit kind zitten. En daardoor wordt het kind eigenlijk belemmerd in het ontdekken van: wat heeft God in mij gelegd? Want het gaat vanuit deze boodschappen leven. En dit ontstaat dus eigenlijk door negatieve ervaringen die het kleine kind meemaakt. Ja, precies. Nou, doordat die angst daar is, moet het kind met die angst dealen. En een babytje kan niet met angst dealen. Een angst is zo heftig
dat het... En het mist allerlei dingen. Het mist mooie boodschappen, het mist liefde misschien, het mist aandacht, het mist er mogen zijn. En dan ga je wel opgroeien. Alleen dat opgroeien ga je eigenlijk al doen op een aangepaste manier. En die aangepaste manier, die zie je terug in bijvoorbeeld afhankelijkheidsgedrag. In heel erg aanpassen of jezelf altijd maar vergelijken met anderen. En daarbij kom jij er altijd heel slecht vanaf. Domineren kom je ook tegen. Hè? Kinderen die agressief zijn en, of verbaal heel sterk zijn. Isoleren, dus je gewoon echt letterlijk terugtrekken. Mensen die zich altijd geneigd zijn om zich terug te trekken. Isoleren is uiteindelijk ook echt een angstpositie. Nou, het beroerde is van dit systeem is, je denkt met een jaar of 4, 5 niet van, nou, ik heb dat systeem niet meer nodig. Ik kan nu wel zelf denken en doen. Je went er zo aan, je neemt het mee je volwassenheid in. En dan zie je dat aanpassingsgedrag en alles maakt dat wij een splitsing maken tussen het authentieke zelf, en dat is heel belangrijk, en ons eigen ikje wat moet gaan opgroeien. Want dit kind kan alleen maar voelen. Het kind wat zich aanpast, krijgt inmiddels wel denk- en doenprocessen. Dat gaat wel starten. Ja. En die denk- en doenprocessen, die gaan eigenlijk natuurlijk langzaam ervoor zorgen dat je ook gaat opgroeien. Ja, want dit is dan eigenlijk, u zegt hè, authentieke zelf, dat is dan eigenlijk je God's original design. Ja. Even hè, vanuit de termen zoals wij het gewend zijn op zondag of in de gemeente. Absoluut. Zoals God je eigenlijk bedoeld heeft. Absoluut. Okay. Ja, dat is hoe God je bedoeld heeft. En nou denken wij dat we het van ons af kunnen splitsen, want dat wat het kind allemaal aan boodschappen heeft, is te heftig, maar het kan natuurlijk niet. Dus ik zet het even weg, maar ook wel weer terug, want we nemen het wel met ons mee. Met alle bordjes. En dan zie je, nog even terug, dat er een uit al deze interpretaties ontwikkelen we een basisovertuiging. En de basisovertuiging is een kernzin die altijd begint met zie je wel. Zie je wel dat ik er niet toe doe. Dus er gebeurt wat in je leven. En het is die kernzin die eigenlijk altijd als eerste opkomt. Zie je wel dat ik niet belangrijk ben? Zie je wel dat mensen mij niet aardig vinden? Zie je wel dat ik het nooit altijd fout doe? En zo zijn er eigenlijk heel veel zinnen. Maar ieder mens creëert zijn eigen zin. En het is heel apart, als ik daarnaar vraag, dan weten mensen dat ook eigenlijk bijna altijd meteen. Dus die zie je wel zin is heel belangrijk. Ja, dus ook voor thuis als je kijkt en denk maar gelijk even mee. Denk bij jezelf even na, wat is de zie je wel zin die bij jou misschien vaak door stress of negatieve situaties naar boven komt. En neem dat ook mee terwijl als dit gewoon verder vertelt. Ja. Daarbij wel betekende, dat is natuurlijk wel leuk om mee te nemen. Die zie je wel zin is eigenlijk wel een leugen. Hij klopt niet. Maar hij heeft wel heel veel kracht. Dus dat is goed om alvast even te weten. Nou, dan zetten we deze wel even een beetje zo. Dan gaan we verder. Nou, dan ga je natuurlijk wel opgroeien. Nou, als wij opgroeien, krijgen wij altijd allemaal het geweten. Gaat zich ontwikkelen. Rond een jaar of 6 is ons geweten ontwikkeld. Wat is nou een geweten? Dat is eigenlijk niets meer of minder dan alle normen en waarden van je ouders. Dus alle normen en waarden waar jouw ouders voor staan. Dus je moet met mes en vork eten. Je moet u tegen mensen zeggen. Zo zijn er 1001 dingen te noemen. En wij mensen weten dat. Wij weten als we dit doen, dan vindt mijn moeder dat niet leuk. Als ik dat doe, dan wordt mijn moeder boos. Als ik iets moet vragen, moet ik bij mijn vader zijn of bij mijn moeder zijn. Want je weet feilloos, een kind weet feilloos waar het moet zijn. Want dat zit in ons, en noemen ze een heel duur woord, geïnternaliseerd. Dus dat zit intern in ons. Maar dat geweten zit in ons denken. En als dat dan rond een jaar of 6 gevormd is, en het is inmiddels al beïnvloed door door deze angst, dan ga je dus in je denken ook handelen vanuit een kritische ouder. En deze kritische ouder is misschien een beetje een vage term.
Want wat is nou een kritische ouder? Een kritische ouder is de stem die in ons geweten zit, en soms noemen ze hem ook de interne criticus, die ons eigenlijk genadeloos afkraakt. Dus het is de stem die zegt van, ja, maar jij doet er niet toe. Jij bent niet oké. Jij mag er niet zijn. Wie denk je nou niet dat je bent? Oh, stommerd, nou heb je het weer fout gedaan. Let toch er eens een beetje op. En zo hebben wij een interne kritieke stem die eigenlijk in ons denken zit. Naarmate deze meer kracht gaat krijgen, krijg je ook wat in de Bijbel staat, hè, de bolwerken die wij in ons denken oprichten. Paulus zegt ergens, wij moeten ons denken vernieuwen. Dat heeft allemaal met dit te maken. Want zolang wij onder dit denkpatroon zitten, kan God daar niet bij. Ja, want daar, het is ook als een soldaatje afgebeeld. Dus eigenlijk ook dat je in je denken aangevallen kan worden door negatieve gedachten eigenlijk. Absoluut. En hoe meer wij ons hele leven gevuld hebben met de kritische ouder, hoe groter die eigenlijk in ons denken ook wordt. Het is heel heftig. Ik kom ontzettend veel kritiek op onszelf tegen. En dan gaan we zo even door. Nou, dat kritische denken kunnen we een beetje onderverdelen in wat deelgebieden. Dan krijg je bijvoorbeeld een deelgebied van je moet je best doen. Je moet sterk zijn. Huilen doen we niet. Je gaat geen hulp vragen, want je moet het altijd zelf oplossen. Perfectionisme zie je ook heel veel. Dat mensen eigenlijk een beetje bijna in paniek raken als het niet perfect is of als ze niet hun best kunnen doen. Dit is ook een hele leuke. Je moet anderen een plezier doen. Want ja, dus je moet niet doen wat je zelf wil. Zeker in christelijke wereld is deze eigenlijk ook omdat vanuit de Bijbel natuurlijk heel vaak wordt gezegd, ja, maar je moet wel jezelf wegcijferen. Je moet het belang van de ander is hoger dan het belang van jou. En als ik dan vraag van, maar het staat ook in de Bijbel dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Ja. Het begint daar. En dan krijg je, vanuit dit is ons systeem voorwaardelijk. Ik doe wat voor jou, maar jij doet wat voor mij. En dat is niet het systeem zoals God het bedoeld heeft. Er is er nog eentje, opschieten, haastgedrag. Die valt een beetje uit de toon, maar die is er wel degelijk. Nou, vanuit deze gebieden, en vaak zie je dat er één bij mensen het sterkst is, handelt de kritische ouder. En waarom doet hij dat nou? De kritische ouder heeft één doel. Als je klein bent, helpt hij je. Dat is fijn, hè? Want dan helpt hij je om te overleven. Want hoe moet je anders overleven? Je kunt moeilijk zeggen, ik ga andere ouders kiezen. Of het pesten van school stopt bijvoorbeeld. Maar dat gaat niet weg. Dus je moet zien te overleven. En dat doe je als kind, helpt het. Maar dit overlevingssysteem ontaardt in een systeem van moeten. Ja. Je moet je best doen. En onze maatschappij is daar natuurlijk ook ontzettend op gericht. Het schoolsysteem, alles is gericht op van als je maar je best doet, dan doe je het ook wel goed. Je moet sterk zijn. We moeten perfect zijn als ons huis, we krijgen zo visite. Oh, er ligt stof, er ligt rommel. En nu met al die kinderen in huis bijvoorbeeld. Je hele systeem gaat overhoop, want de kinderen zijn thuis. Er ligt altijd speelgoed bijvoorbeeld. Herkenbaar, denk ik, voor veel mensen thuis. Dus je huis is niet meer je huis. Maar het moet wel altijd van jezelf opgeruimd zijn. Nou, dan kom je in een spagaat. Bijvoorbeeld. Of je houdt heel erg van, je vindt het heel moeilijk om hulp te vragen. Nou, dat kom je in deze tijd denk ik ook wel tegen. Je wordt ook op jezelf aangewezen, want je mag niet bij elkaar in de buurt komen. Dus deze systemen worden ontzettend aangewakkerd. Ja, dus nu ook duidelijk zichtbaar meer voor mensen dan misschien gemiddeld door de week heen. Ja. En we zijn natuurlijk het mooi uiteen aan het zetten en we proberen het ook zoveel mogelijk af en toe in te zoomen. Mocht je nou denken, oh, soms gaat het dit te snel of ik wil dat nog een keer horen, want dat kreeg ik niet zo goed mee. Laat het ook eventjes weten. Ja. Dan probeer ik daarin ook die vragen weer tussendoor te stellen. Dus geef dat ook gewoon aan. En als je het goed kunt volgen en je vindt het super tof wat Astrid deelt, laat dat dan ook gewoon eventjes weten. Dan gaan we nu lekker verder en dan kijk ik af en toe in de chat. Ja, is goed. Even kijken, wat is nog leuk om te vertellen? Nou, wat je dus ziet, is dat eigenlijk moeten wij van kind uit gaan groeien naar volwassenen.
Nou, dat proces vindt natuurlijk ook gewoon plaats. En op heel veel gebieden van ons leven ook gewoon oké. Want je doet een studie, je trouwt of niet, je koopt een huis, je vindt een baan. Je functioneert eigenlijk in het leven. Maar dat uitgroeien tot de volwassene gebeurt niet helemaal 100%. Er blijven dingen in ons leven die op dat kindniveau zijn blijven steken. Daarin zit de angst van het authentieke zelf. En daarvoor, omdat we dit hebben, hebben we ook een kritische ouder. Want deze heeft echt maar één doel. Dit kind moet daar blijven. Dit mag niet tot zijn volle recht komen. Ja, dat is wel duidelijk iets wat de duivel dus doet. Als, absoluut. Hè? Uiteindelijk, we noemen het een kritische ouder. Maar je kunt daar natuurlijk ook de duivel voor in de plaats zetten. Dat klopt. En ik weet zeker, de duivel die wil maar één ding, dat wij dat niet worden. Ja. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat dit kind, het authentieke zelf, dus de kern van wie wij zijn, die moet daar blijven, want dan is het krachteloos. Ja. En ja, dat is denk ik wat we ook allemaal vaak best wel ervaren. Dus dat is het doel van de kritische ouder. Nou, ik haal hem er wel weer even bij. De kracht van dit maakt dat de volwassene onderuit geschoffeld wordt. En waarom is dat nou zo erg? Daarin zit onze keuzebevoegdheid. En wij zijn van nature, God heeft ons gemaakt als mensen die een keus hebben. Dat zit in ons. En die keus wordt door dit en dit eigenlijk onderuit geschoffeld. En heus niet op alle gebieden van ons leven. Maar wel bijvoorbeeld als je altijd gewend bent anderen plezier te doen. Dan gaat dat vanuit angst, niet vanuit de keus dat je anderen een plezier doet. En daar ligt eigenlijk het hele kritieke gebeuren. Dit is je moet en dit is je mag. Wauw, mooi. Moet ik die helpen, als er mij gevraagd wordt van wil je me helpen mijn huis te verbouwen? Van dit moet je, van dat mag je. Is dat voor mij? En mag je ook biddend natuurlijk doen. En die keuzebevoegdheid, die gaat weg als deze twee het van ons overnemen. Wauw, dus dat is denk ik ook mooi, hè? Voor thuis als je kijkt van in welke situaties ervaar je dat je iets moet. En in welke, wanneer voel je de vrijheid van ik mag diegene helpen. Dus dat is ook wel een mooie spiegel, denk ik. Ja, dat is een mooie spiegel. En dit is natuurlijk het systeem van voorwaardelijkheid. Dit heeft altijd voorwaarden te maken. En als je in de keus wordt gezet, kom je eigenlijk weer in het onvoorwaardelijke. Ik mag iets kiezen. En niet omdat ik het daardoor... Kijk, waarom helpen wij anderen? Ook omdat we het vaak fijn vinden dat een ander ons een complimentje geeft. Nou, dank je wel dat je ons hebt geholpen. En wauw, wat fijn. En daar zijn we hartstikke blij mee. Maar als wij leven van die complimentjes, als wij dat nodig hebben bijvoorbeeld, of dat er tegen ons gezegd wordt van, nou jij kan veel, jij bent een sterk persoon, moet je zien, alles is tiptop in orde. En hoe doe je dat toch? Nou, daar gaan wij van groeien. Ja, ik denk het wel, de gemiddelde persoon. Ja, zeker. Maar het is wel, je doet dat omdat je je ten diepste van binnen niet oké voelt. Ja. Als je je van binnen oké voelt, dan heb je dat niet nodig. Waar moet je uiteindelijk naartoe? Want er is natuurlijk ook wel een weg eruit. Want anders zou je hier natuurlijk altijd in blijven zitten. Ja, want ik zie daar ook een hele mooie gevangenis staan. Ja, een soort kooi. Dus ik ben wel benieuwd wat er gaat komen nog. Nou, eigenlijk zet dit systeem ons in de gevangenis. Want we mogen niet kiezen. Nou, die gevangenis heeft allerlei muren. Daar staat allerlei weer op. Maar dat is allemaal nu te veel om uit te leggen. Maar de deur moet open. Nou, dit is geen makkelijk proces. Als je nooit gewend bent om een keus te maken, omdat je bijvoorbeeld helemaal niet weet wat je behoeften zijn. Bijvoorbeeld omdat je vindt dat je eigenlijk helemaal niet mag bestaan. Van waarom zou ik überhaupt een keuze maken? Ik mag er helemaal niet zijn. Je hebt de overtuiging van, ja, maar ik hoor er niet bij, dus waarom zou ik dat überhaupt doen? Dus deze dingen houden ons in de gevangenis. En deze zijn krachtig. Die kritische ouder die wil ons ook in die gevangenis houden. Dus die zegt, ga er maar niet aan jezelf denken. Doe dan maar gewoon deze dingen. En ja, dat is altijd een lastige stap. Hoe ga je nou uit? Ja, soms denk ik wel eens dat God ons een duwtje geeft. En nu ga je. Soms doordat er echt iets naars in je leven gebeurt. Waardoor je eigenlijk denkt van, ja, maar zo wil ik niet langer verder. Dat is ook niks. Nou, op een gegeven moment zie je toch dat mensen het aandurven, ondanks de angst, eruit te stappen.
En op school zeiden ze altijd van, wees bang, maar doe het. Hmm. En dat is, angst zal nooit verdwijnen. Angst blijft. En het is eigenlijk van, ja, durf je op een gegeven moment toch te zeggen, ik ga eruit stappen. Hmm. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Dat is een keus. Wow. Ja, ja. Je gaat niet vanzelf. Er komt nooit iemand jou uit. En dat is wat wij mensen doen. Wij gaan in die gevangenis zitten en we denken, wie komt ons eruit halen? Herkenbaar, denk ik, voor veel mensen. Hè? Een ander moet het komen doen. Of God moet het doen. God moet ons uit. Ik heb dat jaren gedacht. God moet mij hier uithalen. Maar God doet dat niet. God wil dat wij op gaan staan en die keus gaan maken. Oké, we gaan eruit. En we gaan groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. Wow. Maar het is echt niet makkelijk. Dat wil ik echt wel heel erg benadrukken. Nou, als je die keus dan op een gegeven moment kunt maken, dan blijft de gevangenis trekken. Altijd. Niet altijd, maar de eerste tijd wel. Deze is krachtig. En elke keer als je denkt buiten, ik vind het zo eng, duik je weer terug de gevangenis in. Want die gevangenis is ook veilig. Dat is een fijne plek. En ik wil echt benadrukken dat dat niet erg is. Als je weer terug gaat die gevangenis in, soms moet je daar even op adem komen, is prima. Maar totdat God, ik geloof echt dat God ons elke keer een deeltje geeft. En nu is het genoeg geweest, nu ga je er weer uit. En dan ga je op een gegeven moment steeds meer uit die gevangenis komen. Want dat wordt, dit terrein wordt ook vertrouwd. Dat moet gaan groeien. En als dit terrein vertrouwd gaat worden, dan zie je dat die volwassenheid gaat groeien. Want elke keus uit je hart is een groei in een stapje naar volwassenheid. Wauw, dat is een mooie. Ja, echt waar. Een keus uit je hart maken, ook al is het maar klein. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mensen. Bijvoorbeeld, als ik aan mensen vraag, wil je koffie of thee? Wat drink jij? Nee, waar heb je trek in? Dat weten mensen soms gewoon niet. En dat is natuurlijk heel extreem. Maar als je als babytje nooit geleerd hebt dat je keuzes mag maken, kun je dat als volwassene ook niet. Wow. En het is heel mooi om gewoon eens bij jezelf te denken, waar hou ik nou eigenlijk van? Hou ik van koffie of hou ik van thee? Als ik me heb aangekleed, vind ik dit eigenlijk leuk wat ik aan heb? Voel ik me hier prettig in? Want dat zegt iets over jou. Ja. Alles wat je doet, is wat bewuster gaan doen. En is bedenken, ja, dit vind ik wel leuk. Of dit vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. En dan ga je steeds meer zicht krijgen op wie ben ik nou? En dat is natuurlijk wel vanaf heel klein, maar het zijn hele kleine stapjes, maar ze werken. Nou, langzamerhand ga je dan dus ontdekken dat die volwassene er ook mag zijn. Nou, dan is de keus voor deze is prachtig, maar er is nog een keus en die gaat ons eigenlijk veel beter helpen. Dat is de keus voor de voedende ouder. En de voedende ouder is de tegenpool van de kritische ouder. Oké. Ja? Dus deze zegt altijd, je doet er niet toe, je mag er niet zijn, je bent niet oké, heb je het nou weer zo gedaan? Stommerd, waarom doe je dit nou? En de innerlijke basisovertuiging van, ja, zie je wel dat je niet oké bent? Dus de leugens die eigenlijk al heel in je systeem zitten, die komen uit de kritische ouder. Maar dit heb je zoveel gedacht, dit is niet makkelijk uit je systeem te krijgen. En waar je dan ziet, en dan begint eigenlijk een strijd. En dit is de strijd in je denken. De strijd tussen de kritische ouder en de voedende ouder. En die is lastig. Dat is echt geen makkelijke strijd. Ik zie ook echt dat mensen daarmee worstelen. En dat ontzettend moeilijk vinden. Want voor hun is dit de waarheid. Ja. En als je nu in ene gaat zeggen van, maar ik ben wel oké. Dan kan je dat wel denken, maar je voelt dat nog niet. En dat is weer een hele andere vorm van therapie. Maar dat moet langzaam gaan doorsijpelen in ons gevoel. Ja, dus het is wel belangrijk dat het niet hier blijft. Het moet uiteindelijk naar je hart zakken. En daarvoor moet je het honderden keren per dag tegen jezelf zeggen. Wow. Ik zeg altijd tegen mensen, hang post-itjes op je spiegel. Zet boodschappen in je telefoon. Koop proclamatiekaarten over bijvoorbeeld Gods liefde. Zeg dat de hele dag. In ieder geval sta op en proclameer over jezelf dat je er mag zijn. Dat je waardevol bent, dat God van je houdt, dat je ertoe doet. Lees dat 3 keer per dag. Eigenlijk bijna overweldig jezelf met positieve boodschappen. Wow. Want het moet zakken van gedachte naar gevoel. En daarvoor moet je het ontzettend veel horen. En je kunt het horen van anderen, dat is helpend.
Maar dat is niet genezend. Dat kun je echt alleen maar zelf. Wauw, dus dat is wel mooi. Hè? Ik kan het horen van anderen, dat is helpend, maar niet genezend. Dus inderdaad, dat je zei, die keuze, die is dus cruciaal eigenlijk. Ja, want als je het van anderen, als een ander het bij je doet, dan sijpelt dat eigenlijk weg. He, als iemand tegen je zegt, wauw, ik ben trots op je, dan geloof je dat een half dag, maar daarna staat het gewoon weer weg. En je moet dat fundament opnieuw in je leven leggen. Dat doe je zelf. Door de voedende ouder. En uiteindelijk, kijk, natuurlijk is de voedende ouder ook God. Maar ik splits het toch uit elkaar. Want God is ook een voedende ouder. Maar wat ik veel zie, is waar dit systeem is, dat mensen ook eigenlijk moeite met God hebben. Wow. Ja. Dat is heel confronterend, denk ik. Heel confronterend. Kunt u daar iets over delen? Waardoor ontstaat dat? Ik denk dat dat echt komt omdat er dit systeem is een, ze noemen dat een ontwikkelingstorensysteem, en de basis ervan is wantrouwen. Wow. Dit is een systeem gebaseerd op wantrouwen en niet op vertrouwen. Wow. En waar wij eigenlijk bij God vandaan komen, dus wij kennen de oorsprong van het goede in ons, worden wij eigenlijk door God in die wereld gezet. En ik heb echt ontdekt, en bij mezelf, maar ik zie het eigenlijk altijd bij anderen, waar wantrouwen naar het leven ontstaat, ontstaat ook wantrouwen naar God. Zo. Nou, die komt denk ik wel binnen even. Ja. Hè? Want dat is even, denk ik, ook voor sommige mensen een realisatiemoment van, hoe is dat naar God toe? Heb je echt vertrouwen in God? Of merk je dat er echt eigenlijk misschien nog wantrouwen is? Ja. Ja, dat is echt iets om jezelf af te vragen. En en daarom begin ik eigenlijk vaak toch met de voedende ouder, eigenlijk gewoon die wij zelf in ons kunnen hebben. En ja, de een kan God daar makkelijker bij betrekken dan de ander. De een heeft meer last van wantrouwen dan de ander. Dat is gewoon voor iedereen anders. Maar soms, als ik vraag aan mensen, waar is God in jouw leven? Terwijl het echt christenen zijn, zetten ze God echt, nou, daar denk. Ja, want ze ervaren God niet. Omdat ze zo uit dit leven, is het ook lastig om God te ervaren. En dan is het heel, dan is dat, en dat is tegelijkertijd weer ontzettend moeilijk. Want je bent christen en je kunt God niet ervaren. En dan komt er weer heel veel schuldgevoel binnen. Van het ligt aan mij, want dat is de oorsprong van je denken. Ja, ja. Het ligt aan mij. God strekt toch zijn handen naar me uit. Waarom kan ik dat nou niet pakken? Ja, dus ik denk dat dat ook even misschien mooi is om thuis even voor je te zien. Hè? Er staat hier een mooie zandbak. En Astrid vraagt net ook van, ja, misschien bij jezelf af te vragen, waar staat God voor mij? Als jij die persoon bent, de volwassen persoon, staat God heel dichtbij jou voor je gevoel? Even gewoon eerlijk zijn, hè, vanuit je gevoel. Ja. Of staat hij voor jou ook ergens in de hoek van de zandbak? Ik denk dat dat wel goed is om even die spiegel ook voor te houden. Ja, en die is pittig. Maar tegelijkertijd daar de boodschap, dit is normaal. Wij gaan ons schuldig voelen. En ik geloof dat schuldgevoel altijd van de duivel komt. Ja. Dus die wil dat wij ons zo lekker schuldig daarover blijven voelen. Want dan blijft God ook lekker daar. Wow. Ja, want dan is dat toch prima. En dan kom je eigenlijk in, wat gaat nou genezen? Ja. Kijk, ten eerste is, laten we God even desnoods buiten beschouwing houden, maar de voedende ouder, en eigenlijk natuurlijk ook God, ik zet hem er toch maar bij, zij brengen liefde in ons systeem. Nou, en als we naar een Bijbels principe kijken, dan is het enige wat angst kan drijven uit ons leven, is liefde. Wauw. De kritische ouder houdt de gevangenis in stand en dit in stand. Dit is onze gevangenis. De voedende ouder is de enige die ervoor kan zorgen dat de angst uit ons leven gaat verdwijnen. En dat gaat niet wop weg. Dat gaat altijd. Het is een proces. Ik geloof dat God ook daarin ons karakter wil vormen. Ik geloof dat God dat kan doen. Ja. En toch doet hij dat vaak niet. Het is toch altijd dat proces wat wij in moeten gaan. Maar als die angst gaat verdwijnen, en deze eigenlijk nog steeds weg is, want wij kennen onze kern niet. Als dit gaat verdwijnen en deze gaat verdwijnen, dan durft deze tevoorschijn te komen. Wow. Maar wat zit er in dat kind? Want dat is waar we mee begonnen zijn. In dat kind zit ontzettend veel schuldgevoel, schaamte. Ik ben niet oké, ik mag er niet zijn. Dus in het licht komen is ongelooflijk moeilijk.
Hoe zwaarder je beschadigd bent, hoe moeilijker dat is. En dat is, en dat geloof ik echt met heel mijn hart, maar dat is de weg. Dit kind, als dit kind in het licht durft te komen voor jezelf, dat is vaak al een hele stap, want die schaamte is echt heel groot en het schuldgevoel en de angst is groot. Maar als dit kind durft te komen in het licht, komt het tegelijkertijd in het licht van God. Want dit zit in onze onbewuste. Dus je weet het ook helemaal niet. Dus je weet eigenlijk niet dat je al die schuld, schaamtegevoelens gewoon weghoudt en verstopt houdt. Ja. Maar mag het er zijn voor jezelf en voor God? Ja. En dan kan God er ook iets mee doen. Ik geloof zeker dat dit is wat God wil. God wil eigenlijk van kom in het licht. Kom bij mij met alles wat je... kom bij mij met al je zorgen, alles wat je belast. Dan gaat hij het doen. Wow. Ja. Ik vind het echt heel mooi. Ook voor sommige mensen gaan er misschien wel belletjes rinkelen van, nou, die Bijbeltekst ken ik, van perfecte liefde drijft elke vrees uit. Of dat Jezus zegt van, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Maar nu wordt het ook echt praktisch van, oké, je kan het weten. Maar hoe ga je er dan in het dagelijks leven mee om? Want ik denk dan even, stel dat dat kwetsbare kind, of je eigenlijk je original design, die durft dan langzaam dat licht in te komen. Want die merkt, die angst wordt misschien minder. Of ik ga dat weer proberen. Wat is dan toch je beschuttingsgevoel? Want je gevangenis, daar wil je niet meer in. Ja. Jezelf opgebouwde bescherming die eigenlijk niet gezond is. Maar wat zorgt dan dat je toch een bepaalde veiligheid kan ervaren? Nou, dat is echt een hele goede vraag. Want dat is wat mensen ook echt ervaren. Dat je naakt bent. Schaamte is uiteindelijk, als je naar Adam en Eva kijkt, het eerste wat zij zeggen als de gebrokenheid van de wereld dus komt door de zondeval, dan zeggen zij, ik heb me bedekt, want ik schaam mij. En God roept ze echt letterlijk van, kom, waar zijn jullie? Ja. Maar oh man, dat komen. Want ja, we hebben wel zonde. Hè? Dus die schaamte is echt heel heftig. Ja. En dan is het, dat gaat dan nog wel weer een stap door. Maar dan is het eigenlijk aan ons als volwassenen. Inmiddels beginnen we natuurlijk toch een beetje, we maken keuzes. Dus je hoopt dat die volwassenen een beetje komt. Ja. En die volwassene gaat eigenlijk het kleintje uitnodigen. Want deze moet nog integreren met die. Okay. Eigenlijk hoort dit één stuk te zijn. Voelen, denken en doen. Maar het voelen hebben wij afgesplitst. Nou, als we dit kunnen, ik zal het even zo zetten voor de camera. Als wij dit aan het licht kunnen laten komen. Dus we roepen eigenlijk bijna dat kind, kom maar, je mag er zijn. Je bent oké. Ik hou van je. Kom maar, ik ga voor je zorgen. Je hoeft niet meer alleen te zijn. Dan ontstaat daar weer opnieuw veiligheid. Maar dan komt de veiligheid niet uit het systeem. Maar dan komt de veiligheid uit onszelf. En de volwassene heeft hulpbronnen. En die hulpbronnen zijn voedende ouder. Hulpbron is God. Wat zegt God over mij? En dan ga je steeds meer leren om al je pijn, al je schaamte, al je schuld er eigenlijk te laten zijn. In het licht te brengen. En dan komt er genezing. Als er genezing gaat ontstaan, gaat de kracht van dit weg. En deze weg. En deze weg. Want deze kleine groeit uit tot de volwassene. Ja, want dit is wel een mooi beeld, denk ik. Hè? Want letterlijk gewoon dat kind in je armen. Dus in die zin ook zorgen voor jezelf. Ja. Dat nog misschien kwetsbare delen voelen. Ja. Want u noemde al wel wat voorbeelden van, hang post-its op met positieve dingen. Ik kan me voorstellen dat mensen misschien nu wel even die spiegel voor krijgen van, ik merk dat ik misschien negatieve patronen en gedachtes heb. Misschien nog wantrouwen naar God. Dat kan even heel confronterend zijn. Ook om even dit te verwerken misschien als je nu thuis zit. Maar wat kunnen behapbare tips zijn die u misschien kan geven? Niet dat het inderdaad wat u zei misschien gelijk weg is. Maar wat je wel op weg kan helpen naar herstel. Tijd. een patroon afbreken kost tijd. Je gaat terugvallen. Daarom is therapie soms heel handig. Omdat het mensen gewoon zelf niet lukt. En ze steeds opnieuw bij mij komen om het steeds opnieuw te horen. Of bevestiging te krijgen van, je mag er zijn, je bent oké. Dat is natuurlijk wat je als therapeut natuurlijk ook biedt.
Maar om het thuis, om gewoon thuis eigenlijk aan de slag te gaan, is dat goed om te beseffen. Het heeft tijd nodig. Het heeft ongelooflijk veel voedende ouder nodig. En ik denk dat waar je vanuit voedende ouder ook weer herstel gaat krijgen in dat stuk godsbesef, dat wantrouwen kan verdwijnen, ja, doordat je die voedende ouder gaat kwijtraken. Geloof ik, kijk, onze echte identiteit ligt bij hem. Ja. En hij heeft maar één verlangen, dat wij onze echte identiteit ook vinden. Ja. Wat ik zelf heb bij mezelf heel erg heb gemerkt, is toch dat dagelijks je overgeven aan God. Hier ben ik, met deze gevangenissen, met mijn processen. Ik snap er soms helemaal niks van. Mm. Ik vind het moeilijk. Terwijl ik ook heel vaak het gevoel had dat God er niet was. Van God, nou heb ik het zo moeilijk, waar bent u dan? Ja. Dat hoor ik ook vaak, dat mensen ervaren dat God er niet is. Hmm. Achteraf heb ik ervaren dat God er was en me gedragen heeft. Maar je moet wel, ik heb wel zelf in ieder geval, moest ik door die processen heen. En dat is eenzaam. Ja. Een ander kan je niet helpen. Een ander kan er zijn, als je een partner hebt die je heel goed kan begrijpen, wat ik wel heel erg heb ervaren, is dat ontzettend helpend. Maar ik ontmoet ook mensen die er echt alleen voor staan. Ja. Of ook alleen zijn. Ja. Nou, dan is dat een ontzettend moeilijk proces. Zo. En toch geloof ik, waar wij ons dagelijks overgeven aan God, hier ben ik. Ik vind het moeilijk om met mijn dingen aan het licht te komen. Het is ook moeilijk. En toch kies ik ervoor om mij dagelijks in Gods handen over te geven. Wow. Mooi. En dat is weer die keus. Ja, ik wil gewoon tussendoor even vragen. We gaan zo meteen afronden. Maar ik kan me voorstellen dat je misschien heb je al vragen. Ik heb ze niet, denk ik, allemaal al kunnen zien. Maar typ even met hoofdletters vraag, dubbele punt. En stel dan even je vraag. Dan ga ik gewoon even kijken of we misschien nog wat vragen aan Astrid kunnen stellen. En ik vind het, wat ik gewoon heel mooi vind, is hoe jij deelt. Dit zijn gewoon principes van ook vanuit jouw expertise en zo, maar ook hoe dat zo precies rijmt eigenlijk met Gods hart. Ja. Als je dat kijkt van dat kind en gewoon hoe God dat heeft bedoeld, ja, dan vind ik dat heel mooi hoe je dat. En ik denk ook mooi omdat je het zo beeldend laat zien, dat soms ook even confronterend kan zijn. Van wat bij mij even bijblijft, van waar is letterlijk God in die zandbak voor jou? Ja. En hoeveel schuldgevoel zit er nog om dat je niet bij God durft te komen? Ik ga heel even kijken of ik al wat. Iemand vraagt al waar uw praktijk zit. Dus dat is misschien leuk om te vertellen. In Rijnsburg. Nou, dat is denk ik een goed teken dat diegene die vraag stelt. En bedrijf heet? Houvast. Houvast. Ja, website heet Houvast. Houvasttherapie eigenlijk. Ja. Gaaf. Nou, dus dan kun je gewoon even een kijkje nemen als je nog meer wilt weten. Ja, hij is onder construction, heb ik gehoord. Dus hij staat niet helemaal goed. Nou, maar de informatie, ik heb wel gekeken. Het ziet er mooi uit. Okay, ja. Dus ga gewoon even. Er wordt wat aan veranderd. Er wordt nog geüpdate. Dus even kijken hoor. Heb ik nog meer die langskomen? Stel je vragen vooral. Even kijken hoor. Nou, ik zie wel hele mooie reacties van mensen die zeggen dat ze er echt wat aan hebben. Kijk hoor. Kimberly zegt, hoewel ik jezelf meewerk, is het weer zo'n eye-opener. Nou, dat is denk ik een heel mooi compliment. Ja. Heb ik ook altijd nodig. Ja, is gaaf, toch? Ja. Kijk hoor. Super bedankt voor al jullie. Iemand vraagt, flexibiliteit vinden mensen ook lastig. Ja. Hoe kan je iemand meenemen om meer flexibel te zijn? Dus controle los te laten of overgave. Nou, in deze crisis is dat denk ik helemaal van toepassing. Ja, ja, controle is natuurlijk is eigenlijk gebaseerd op angst. Controle zit in deze. Je moet de controle houden, want anders dan gaat dit te sterk worden. En dat doe je door dit. Dus hier, deze zegt, hou nou de controle, want dan blijft dit te behappen. Oké. Okay. En eigenlijk, het is altijd gebaseerd op, bijvoorbeeld als je controle wil houden op, durf je de controle los te laten en over te geven eigenlijk ook aan God. Ja. Durf je bijvoorbeeld, als je controle op je huis bijvoorbeeld wil hebben, ik weet natuurlijk niet op welk gebied iemand hier controle wil houden. Maar als je bijvoorbeeld controle wil houden op je huishouden, want anders raken mensen, kunnen echt in paniek raken. Ja, dan toch. En je kunt niet controle in één keer allemaal loslaten. Dat zul je in kleine stapjes moeten gaan overwinnen. En dan kun je ook weer kiezen
Oké, waar ga ik mee beginnen? Oké. Ga ik er bijvoorbeeld mee beginnen om het speelgoed dan maar de hele dag op de grond te laten liggen, in plaats van continu op te ruimen en bijvoorbeeld met jezelf af te spreken, ik ga dat aan het eind van de dag opruimen en ik ga dat vandaag de hele dag verdragen. Want angst moet je verdragen. En de hele dag denk je, ik moet opruimen, want mijn huis moet netjes zijn. Nee, laat het zijn. De kritische ouder zegt, je moet opruimen. Ja. En de voedende ouder zegt, laat het lekker liggen. Het mag er zijn. Nou, dat is in het begin een gevecht van hier tot yesterday. Maar ik denk ook een heel mooi praktisch voorbeeld voor nu ook. Want, ja. En ook om het behapbaar te maken voor jezelf. Om misschien niet gelijk te kijken naar het hele ontplofte huis. Maar even iets te pakken dat je denkt, dit kan ik wel handelen om dat even los te laten. Ja, ja. En dan ga je eigenlijk stapjes zetten. En dat noemen we dan een heel duur woord, frustratietolerantie. Ja. Want wij moeten onze frustratie zit natuurlijk uiteindelijk ook daar. Ja. Dat willen we instant opgelost hebben. En dat gaat gewoon niet altijd. Ja. Kunnen we dat verdragen? Want dat zegt iemand ook. Dat is je boog vergroten. Maar ja, dat kost tijd weer. Dat is niet zo... Nee, want dat zegt iemand ook van... Nee. Kun je helemaal vrijkomen van je angsten? Wat ik zelf merk en wat ik eigenlijk ook uit de theorie wel weet, is van deze gevangenis, die natuurlijk gebaseerd is op de angst. In het begin is dit een alarmcentrale. Okay. Er gebeurt wat in je leven. Iemand zegt wat, iemand doet wat. Je interpreteert bijvoorbeeld iets. En dit gaat aan alle kanten. Zie je wel, mijn mensen vinden mij niet leuk en ik mag er niet zijn. Dus wat dan jouw alarmbel is, die gaat aan. Ja. En in het begin zie je dat echt heel hoog is. Het is echt een alarmcentrale. En wat ik zie in mijn leven is dat die alarmcentrale gaat langzaam doven. Dus ik word heus nog wel getriggerd in mijn systeem. Bijvoorbeeld van, ik ben niet belangrijk, ik doe er niet toe. Alleen, ik merk nu dat ik word wel getriggerd. Maar ik sta heel snel op en ik zeg, nee, dat ga ik niet meer doen. Wow. Dat wordt steeds makkelijker. Naarmate je dit gaat oefenen, ga je daarin groeien. Word je sterker. Heb je veel meer geleerd dat dit kind er mag zijn. Dit kind zit dit in. En dan gaat de alarm niet meer aan. Wow. En ben ik nooit meer bang? Ja, natuurlijk wel. En ik denk heel eerlijk gezegd dat in de maatschappij en in de gebrokenheid waarin wij leven, dat eigenlijk altijd wel zal blijven. Ja, maar mooi hoopvol. Dat is van ja, het is misschien het begin is het extra tegenop staan. Maar uiteindelijk zul je zien van oké, dan gaat het patroon veranderen. Ja, en ja, misschien, dat weet ik zelf ook nog niet, maar misschien kunnen anderen dat wel, die dat wel ontdekt hebben. Ik geloof ook wel, hoe dichter je bij God gaat leven, hoe dichter je bij Jezus leeft, hoe meer je op hem gaat lijken. Dat is natuurlijk daar. Ik bedoel, dit verhindert dat. Ja. Dit verhindert dat wij op Jezus gaan lijken. Ja. En naarmate wij dit gaan opruimen, en in die fase zit ik zelf. Hè. Ik bedoel, ik ben nu. 8 jaar geleden of 9 jaar geleden begon met studeren. En ik zat ook enorm in zo'n overlevingssysteem. Ja, dat is ook confronterend. Ja, verschrikkelijk. Bijna iedereen die de opleiding gaat doen, moest zelf therapie. En dan kom je er ook achter hoe je eigen systeem is. En nu ben ik zeg maar 9 jaar verder met een opleiding achter de rug, waarin je zelf door al je processen heen duikt. Ja. En kan ik wel zeggen, van er is heel veel opgeruimd. Maar is het weg? Nee. Hmm. Nee. Ja, dus dat vind ik ook mooi, hè? Wat de Bijbel ook zegt. Niet door kracht, niet door geweld, maar door zijn geest. Dus dat de Heilige Geest je ook kan helpen om het behapbaar te maken. En je hoeft niet met een stormram dat je denkt, ik ga het even alleen oplossen in mijn leven. Maar dat God je inderdaad ook kan helpen. En waarin je in je geest gewoon steeds meer afgestemd gaat lijken op Jezus. En wat ik zelf zie, is dat dat proces, nu ik heel veel heb opgeruimd, merk ik dat er veel meer ruimte voor dat proces komt. Ik ben benieuwd. Misschien kan ik over 10 jaar zeggen dat ik geen angst meer heb. Nou, over 10 jaar zijn we er weer. Maar dat denk ik. Ik vraag me af. Ik denk dat de gebrokenheid van deze wereld, waarin gewoon de angst, gewoon de duivel uiteindelijk die de angstzaaier is, aanwezig is. Ja. Vraag ik me af of we dat hier ooit gaan halen. Of we dat zo. Ja. Maar wie weet. Misschien zijn er mensen die dat hebben. Ja, nou leuk. Ik zie nog heel veel vragen. Dus ik denk dat ik ga er even, denk ik, nog 1 of 2 uit halen. Ook vanwege de tijd. Ik ga even spieken, hoor. Ja. Even kijken, hoor. Bedankt trouwens allemaal voor het reageren
ook met de vragen. Misschien lukt het niet allemaal om ze te beantwoorden, maar ik pik er even een paar uit. Hoe kan je als ouder je kind nog meer helpen om angsten los te laten? Gooi er ontzettend veel liefde in. Ja. Mooie. Echt liefde. Liefde drijft angst uit. Alleen maar, eigenlijk moeten we deze in ons hele leven gewoon niet hebben. Ja. Ook niet naar onze kinderen toe niet. Dus het is liefde, supporting, wel liefde binnen grenzen. Ik bedoel, grenzen zijn ontzettend belangrijk. Maar liefde, je doet het goed. Ik ben trots op je. Als je dat erin gaat gieten, dan moet de angst gewoon weg. En er zijn, kijk, het ene kind is gewoon angstiger dan het andere kind. En daar ook toch mee leren dealen. Ja. Van ja, je bent bang, maar ja, wij supporten je, wij steunen je. Gooi er gewoon heel veel liefde in. Mooi. Ja. Zoals God het ook bij ons wil doen. Ja. Hè? Geef dat ook gewoon vooral door. Dus inderdaad, we begonnen met de negatieve dingen die je kan oplopen, die je misschien meekrijgt. En we eindigen met de mooie dingen die je meekrijgt van God en die je zelf als ouder weer kan doorgeven. Dus ik denk dat we hem zo op deze manier gaan afsluiten. Ik wil jullie super bedanken voor het kijken. Zeker. Ik wil jou echt bedanken. Ik vond het zelf mega interessant. En ook wat ik aan de reacties las, gewoon heel mooi. Ook behapbaar. Mensen zeiden, wauw, wat mooi uitgelegd. Leuk. Laat ook vooral even weten in de chat, in de reacties, wat je van deze uitzending vond. Ik heb er heel veel aan gehad. En ik zie ook in de reacties dat jullie er onwijs van genoten hebben. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zondag zijn we er natuurlijk uiteraard weer. Hebben we weer onze Sunday Celebration. Pastor Arno zal dan spreken. We hebben weer live worship. Dat wordt weer ontzettend gaaf. Dus we wensen je voor vandaag een hele fijne dag. En dan zien we je zondag. Doeg! Doeg!